Twijfel over sluiting tippelzone. Ruim 2 miljoen passagiers voor luchthaven. En actief met taal. De tippelzone aan de Artsenweg Zuid moest in mei sluiten. Dat leek allemaal in kannen en kruiken. Er zijn nog maar een paar vrouwen die gebruik maken van de speciale afwerkplek en dat kost in verhouding veel geld. Maar nu zijn er toch twijfels, bleek gisteravond in de commissievergadering. Niet zozeer of de tippelzone dicht moet, maar of die in mei al moet sluiten. Het CDA is sluiting voor mei, omdat we deze voorziening te duur vinden om op termijn dit beschikbaar te houden voor 5 dames die zichzelf hier prostitueren. Dat raden we niet in zo'n korte periode van tot 1 mei. Dus vandaar dat we het heel belangrijk vinden om het uit te stellen. De VVD heeft meer tijd nodig, omdat er behalve de vrouwen van de tippelzone nog zeker 15 vrouwen zijn die illegaal tippelen. De fractie ziet het liefst dat zij uit de prostitutie stappen, met begeleiding van het project Levenskracht. En dat gebeurt vanuit die tippelzone. We hebben hier nu nog zo'n 3-4 vrouwen die niet in het project Levenskracht zitten en die hier nog tippelen dus. Maar daarbuiten zijn er blijkbaar ook nog 10-15 vrouwen die tippelen in Eindhoven. Illegaal, want die hebben geen pasje. En wat er gebeurt is dat die nou juist rond deze zone beginnen te tippelen, omdat de klanten hier zijn en omdat ze weten dat hier minder tippelaarsters zijn. Dus zij kunnen hier hun klandizie opvangen. En wat wij nu zo graag willen, is dat deze vrouwen een pasje krijgen, hier op de zone kunnen gaan werken en liefst zo snel mogelijk. Want hier, met deze huiskamer, hebben we de mogelijkheid om met ze een kopje koffie te drinken, het vertrouwen van ze te wekken en te kijken of we ze niet ook in dat traject krijgen. De vrouwen zijn al bekend en zijn zelfs ook al bij naam bekend. Dus daar kunnen we verschillende variaties kunnen daar nog op de korrel nemen. Alleen voor ons is het wel, moet het gewoon vaststaan dat uiteindelijk dit een tijdelijke voorziening is en dat nou de sluiting in zicht komt. Tegenstanders van sluiting in mei en voorstanders. Wie uiteindelijk aan het langste eind trekt, wordt pas duidelijk in de volgende raadsvergadering.